Gewoon belangrijke informatie die jullie eigenlijk altijd paraat moeten hebben. En die jullie altijd wel kwijt kunnen in een interview als je wordt gevraagd. Daarom is het zo belangrijk dat je dat verhaal wat jij kwijt wil, goed voorbereidt. Een jaar of 7 dat ik voor het eerst heb gebiljart. En vanaf het begin trok het spelletje me al ontzettend. En dat komt denk ik omdat je bij het begin is het een hele moeilijke sport. Maar dat betekent dus ook dat er heel veel in zit. En ja, naarmate je het meer gaat doen, krijg je steeds meer controle over die balletjes. En dat is een heel mooi gevoel. Ze zeggen wel dat er veel oude mannen zijn, maar ik speel bijvoorbeeld 1K eerste klasse Liebe. Waarvan eigenlijk gewoon van 8 deel en 6 eigenlijk gewoon in de 20 waren. En het overgrote deel is gewoon eigenlijk nog jong. Ik heb altijd wel een sterk geloof in eigen kunnen. En ik wil er dolgraag nog iets meer aan mijn techniek veranderen. En nog sommige dingetjes willen verbeteren. Als dat gepaard kan gaan met een prachtige overwinning, dan voel ik me heel voldaan. De sport is gewoon toch bloeiend en groeiend nog steeds in Nederland. Ik ben al een keer Nederlands kampioen geworden in 2015. En ja, de uitdaging is om toch weer Dick Jaspers en al mijn concurrenten te verslaan. Ja, ik wil zoveel mogelijk titels winnen. Ik wil wat ik voornamelijk belangrijk vind, omdat het eigenlijk alleen maar beter wordt in de biljartsport, is aan de top blijven. Dus wat ik eigenlijk wil is gewoon blijven trainen en zo goed mogelijk blijven spelen. Ja, ik wil al een keer aan een groot toernooi meedoen, dat heet de Mosconi Cup. En ik wil op mijn 16e zou ik al graag een Europees kampioen willen worden met de jeugd. Ja, heel fijn. Ik denk gewoon dat mijn doel is wereldkampioen worden. En dan gewoon zoveel mogelijk kappingen. Goed huis, mooie auto en een leuke vriendin.